De Raad discussieerde dinsdagavond over de fietssnelweg 35, F35 kort gezegd, en wel over de herinrichting ervan, over de Plesmanweg. We hebben oplossingsrichtingen getekend en dat is echt op schetsniveau. We hebben een vijftal varianten van helemaal niets doen tot echt een hele andere inrichting. En die vijf varianten die zijn voortgevloeid uit onze eigen expertise, maar ook uit gesprekken die we de laatste tijd hebben gevoerd over wat er gebeurt daar nou daadwerkelijk elke dag op en rond die Plesmanweg. En wat vinden mensen belangrijk? Nul variant is heel eenvoudig. Zoals de wethouder zei, de straat eruit, riool erin en de straat er net zo weer in. Misschien wat minder parkeervakken, maar dan heb je het ook verder wel gehad. U heeft zojuist een gesprek gehad over het fietspad, over de Plesmanweg. Hoe is dat afgelopen? Het was een politiek beraad waarbij de fracties zich willen oriënteren op de varianten die nu aan de Plesmanweg worden ingetekend. Daar wordt naar gekeken omdat de Plesmanweg op de schop moet, ook vanwege de riolering. En waar wij voor pleiten is om breder te kijken en om ook tracés om het industrieterrein en zeker om de Plesmanweg heen goed te bestuderen. We hebben het idee dat dat tot nu toe niet is gebeurd. Omdat we de combinatie van al die bedrijvigheid, al dat vrachtverkeer, 44 in dan wel uitritten met een fietspad wat zo breed is dat het uitnodigt om door te fietsen, met elkaar te kletsen, twee breed naast elkaar of misschien zelfs met een opgevoerde e-bike 40, 45 per uur te gaan rijden. Wij zien dat als een hele gevaarlijke combinatie en daar hebben wij vanavond op gewezen. Maar dan heb ik gehoord dat er een variant is waarbij de kleur verandert. Dus nee, wordt niet rood, maar zwart. Ja, ik denk dat de breedte van het fietspad en een tweebaans fietspad aan één kant uitnodigt om flink door te trappen. En zoals ik zei, naast elkaar, misschien wel met de telefoon in de hand, door te fietsen. Daar is zo'n hoofdfietsroute of een fietssnelweg zelfs ook voor bedoeld. En dat gaat niet samen met zoveel gevaarlijke punten op zo'n kort tracé. Zitten alle ondernemers op één lijn? Ja, voor zover ik ze heb gesproken heeft men allemaal toch wel zoiets van jongens, laten we nou vooral kijken langs het kanaal. Dat is een heel lastig tracé, dat zal ook duurder worden. Maar dat is een tracé wat fietsers aantrekt. Of het oorspronkelijke idee aan de noordkant eromheen, wat niet voor niks al in 2008 zo is vastgesteld.